Ik kan ook een beetje dat bruggetje slagen met nu wat er gebeurt rond de regels in verband met bloeddonatie voor homo's. Ik moet dan terugdenken aan iets wat in China is gebeurd een aantal jaren geleden. In China was het eigenlijk vroeger zo dat er in de wet stond dat alle homoseksuelen, zowel vrouwelijk als mannelijk, geen bloed mochten geven. En op een bepaald moment Stond is dat in de die. wet? Dat stond in de Ja. wet. Op een bepaald moment is die wet dan eigenlijk veranderd om te zeggen dat alleen maar mannen die seks hebben met mannen geen bloed meer mogen geven. Dat toen op dat moment heel hard gevierd werd door de lesbische beweging als een teken van ja, nu mogen lesbiennes, mogen wij wel bloed geven en dat is minder stigma en zo. Maar Maar dat er. lesbiennes hebben het hier altijd gemogen, hè? Ja, dat is inderdaad een beetje een andere discussie als wat er hier gebeurt. Maar toen mij een beetje terugdenken aan die verschillende zaken die daar rond liggen. En ik denk ook nu, goh, met het wijzigen van die regels is dat ook allemaal een beetje teruggekomen. Er waren heel veel stemmen van ja, wat is dat met die bloeddonatie? Er zit toch wel een zekere stigma aan het feit dat. Die mannen nog steeds geen bloed mogen geven. Zelfs vroeger was het niet. Nu is het als ze tijdens 1 jaar geen seksuele contacten meer hebben gehad, denk ik. Dus misschien dat we daar even kunnen bij aanpikken. Ik denk dat jij de afgelopen week er heel veel over hebt Ja, geschreven. nogal. Ik weet niet of dat Marcia het een beetje gevolgd heeft. Ik denk dat de bottom line was dat jij de regeling wel begreep. Ja, uiteraard. Ik snap niet dat mensen zeggen van Maggie de Blok heeft nu een nieuwe discriminatie in het leven geroepen, want dat is helemaal niet waar. Ik ben absoluut geen voorstander van het beleid van Maggie de Blok, laat dat duidelijk zijn. Maar wat zij doet, is eigenlijk een regel omvormen en hem verbeteren. Tenminste voor degenen die willen dat er bloed mag gegeven worden. Vroeger was de regel hier ook, hè, dat homo's waren het vroeger alleen maar, mochten levenslang geen bloed geven. Nadien is het dan veranderd in mannen die seks hebben met mannen, waardoor eigenlijk inderdaad een discriminatie is weggewerkt. Want homo's alleen, er waren natuurlijk zat heteroseksuele mannen die ook contacten hadden met andere mannen en die zijn dus even gevaarlijk wat dat betreft. Wat nu gebeurt is dat dat levenslang wordt uitgesloten en dat men zegt van iemand die een jaar, of dus mannen die seks hebben met mannen, die een jaar geen seks hebben gehad, die mogen wel bloed geven, want dat beschouwen we als veilig genoeg. Dus dat is zeker geen discriminatie. En dan roept men ook van ja, maar iedereen kan vertellen wat hij wil. Dat vond ik dan ook weer zo'n goeie. Hè? Dus ze kunnen liegen en dus mogen ze wel bloed geven. En dan denk ik van ja, God, eerst en vooral. Bloed geven is geen recht. Je hebt geen recht om bloed te geven. Er wordt geen recht mee geschonden als je dat niet mag. Er zijn verschillende groepen die uitgesloten worden. En ja, als je liegt, ik snap dat dus niet, hè, dat men dat argument kan aanvoeren. Ik denk van, als je mensen wil helpen door bloed te geven, dan kan je er toch maar van uitgaan dat mensen bereid zijn om veilig bloed te geven. Ik snap dan de redenering niet van, ik ga liegen want ik wil bloed geven. Dat is toch compleet absurd. Ja, Michiel van Akkeren, die is daar een keertje mee in het nieuws Ja, gekomen, klopt. dat hij zei van ja, ik vul het gewoon niet in zoals het is, hè. Maar ik vind dat dus heel raar. Hè, want uiteindelijk is bloed geven toch helpen van mensen. Michiel van Akkeren, destijds de woordvoerder Ja, van Wel Jong van Niet Wel Hetero. Jong Niet Hetero. Voor de luisteraars die dat niet weten. Tot groot ongenoegen trouwens van het groot deel van de rest van de Holibi-beweging op die moment. Maar je kunt het tenminste blijkbaar niet duidelijk maken. Ik heb eindeloos discussies gehad op Facebook daarover. En men bleef er maar tegen ingaan. Men bleef het discriminatie vinden. Ja. Nee, nu ik denk zelf, als er wetenschappelijke onderbouwing is om ervoor te zorgen dat die termijn korter kan zijn dan 12 maanden, lijkt me dat een hele goede zaak. Want ik denk voor mensen die seksueel actief zijn, dat 12 maanden. Enfin, met die nieuwe regeling, de vraag is natuurlijk de facto hoeveel mannen laat je daarmee toe, met die 12 maanden regel. Dus ik denk wanneer het er onderbouwing is om dat te verkorten, zoals blijkbaar in een aantal andere landen het 4 maanden geval is, hier en daar, hè? ja, dan zou dat zeker een goede zaak zijn. En daarnaast treed ik u helemaal bij in uw mening hierover. Alleen begrijp ik ook wel dat het, daar moet je nog niet in meegaan, maar dat je als toch nog steeds gestigmatiseerde groep daar heel gevoelig op Dat reageert. snap ik ook, En ja. HIV is ook een heel gestigmatiseerde ziekte.
anale contacten is ook iets waar dat heel erg veel stigma rond hangt. Dus ik begrijp het wel. Daarom moeten we er nog niet in meegaan. Mm. Maar ik zou wel vanuit de beweging dan, zeg maar, begrip willen vragen voor de gepikeerde reacties die dat er her en der op komen. Want dat komt ook wel ergens vandaan. En ik denk dat dat ook wel aantoont dat we sterk moeten blijven inzetten op de bespreekbaarheid van al die zaken. Over seksuele contacten tussen twee mannen, over anale seks, over HIV, over de cijfers die dat er bij homomannen niet omliegen op dat vlak. Mm-hmm. En dat we daar gewoon ook nog wel heel veel werk voor de boeg hebben. Want in mijn ogen komt een stuk van die heel negatieve commentaar op wat de blok nu doet, komt daar ook wel vandaan. Het u aangevallen voelen en niet goed in uw vel zitten. Allee, als we dan toch de verdediging daarvan mogen opnemen. Ja, maar naarmate we meer zelfbewust worden en minder last hebben van wat andere mensen ervan vinden, zou ook die gepikeerdheid mogen afnemen. Je bent een gewoon lid van de maatschappij, punt, zoals tuurlijk, ieder ander. Tuurlijk. Dus moet je ook niet op regels die een uitzondering vormen omwille van het risico. Daar moet je toch niet kwaad over zijn. Dat is toch een voorzichtigheidsprincipe dat je toch niet zomaar aan de kant mag schuiven. Nee, ik deel uw mening, maar ik denk dat die twee stemmen er ook zijn. Hè? Van homomannen of holibies in het algemeen die dat een heel goede maatregel vinden van de blok en die dat er voor de rest wel heel veel begrip voor hebben. En andere mensen. Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik denk wel van oké, wat wordt er dan verstaan onder seksueel contact? Ik weet niet wat er duidelijkheid over is gecreëerd. Als ik 1 jaar seks heb met dezelfde partner, wij zijn samen getest, zijn het dan ook seksuele contacten of gaat het over verschillende seksuele contacten? Ja, dat is mij eigenlijk ook niet duidelijk. Nee, maar dat maakt op zich niet uit, Stijn. Zelfs wanneer je in een monogame relatie zou zitten en allebei getest bent, omdat heel veel monogame relaties, los van uw seksuele oriëntatie, zijn in de praktijk niet monogaam. Er wordt vreemd gegaan. Zo simpel is het. Maar wordt dat onderscheid dan ook gemaakt bij mensen die dat seks hebben met mensen van ander geslacht? Nee, omdat daar afhankelijk, en daar heb je dus wel een punt, afhankelijk van de seksuele praktijken, is het risico groter. En men stelt vast dat ook bij monogame homokoppels het risico nog altijd groter is. Wat te maken heeft met het feit dat er wordt vreemd gegaan. Ja. Al dan niet, afspraken daar rond enzovoort. En dat afhankelijk van wat dat dan die seksuele praktijken precies zijn, is het risico groter. Ook wanneer je condooms gebruikt, een condoom kan scheuren. Dus 100% veilig is dat nooit. En de cijfers tonen aan dat risico groter is. Nee, dat snap ik zeker. Maar ik denk dan van misschien moet je dan een regel meer toespitsen op seksuele praktijken en niet op het feit dat daar, je partner nu man of vrouw is. Ja, maar ook daar zit je mee. Ik begrijp wat je wil zeggen, want je zou kunnen zeggen van maak het criterium dan rond anale seks. Maar het ding, of rond aantal seksuele partners of dergelijke zaken meer. Ja, maar je zal altijd wel uitkomen bij het feit dat wanneer, aangezien dat de HIV-cijfers onder homomannen zo groot zijn, dat wanneer dat je seksuele contacten hebt als man met een andere man, dat dat risico groter is. Maar dat is dan wat kwaad bloed zit bij een aantal vrouwen, was het in dit geval, dus waar ik discussies mee had, die zeggen van, ja, maar mannen die hetero zijn en die ook met mannen gaan en die liegen ervoor, dat is eigenlijk hetzelfde als een homo die in een monogame relatie zit en toch risico's neemt. Uiteindelijk is dat inderdaad hetzelfde. Maar ja, goed, er moet ergens een regel zijn die je kunt controleren. En het gaat niet, zoals hij zelf al aangaf, het gaat niet over hetero mannen die niet. Het gaat over seksuele contacten met mannen. En ik ben het helemaal met jou eens. Uiteraard zullen er best wel veel mannen zijn die dat er niet voor willen uitkomen. Maar het aantal mannen dat dat dan doet en daar niet voor wilt uitkomen in een registratieformulier en dan toch bloed wilt gaan doneren, dat lijkt mij hopelijk geen al te groot cijfer. En het is niet omdat een regeling niet waterdicht is in de praktijk, dat de regeling aan zich absurd zou nonsensicaal zou zijn. Ja, ik denk gewoon dat die pikering of dergelijke ervan komt, dat er eigenlijk een regel wordt uitgevaardigd die dat
niet specifiek gaat over je seksuele praktijk, maar die dat echt stelt van oké, als het met een persoon van een dergelijke geslacht is, dan niet. Ik denk dat dat inderdaad zeer goed wetenschappelijk te onderbouwen valt, maar het blijft ergens wel van oké, dit is de lijn die dat we trekken. Dat gaat eigenlijk niet over wat dat je doet, dat gaat eigenlijk over de persoon met wie dat je doet, of het geslacht van de persoon met wie dat je doet. Dus ik denk in die zin dat dat wel een gegronde aanleiding is tot een zekere frustratie. Want alleen dan gaat het eigenlijk niet meer over het feit van ik gedraag mij veilig of niet. Of ik snap als ik meerdere partners heb dat dat onveilig is. Nee, dan gaat het eigenlijk over het feit van als jij met iemand van hetzelfde geslacht als man seks hebt, dan moet jij sowieso niet. Omdat dus, op basis daarvan het risico hoger is. Ja, inderdaad. Maar ik denk dan van misschien is het wel beter om dan echt specifieker naar die seksuele praktijk toe te gaan dan te moeten gaan uitleggen van maar wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat dat altijd zo blijft. Het blijft ergens een regel dat gewoon daarop is gesteld in plaats van over. Als ik u zo bezig hoor, volgens mij zijn de heel stiekem bloed gaan doneren. Ik weet nog, maar dat is heel vroeger gelezen, heel lang geleden. Toen ik op universiteit zat, zag je dat ineens in een lijst toen ik bloed wou gaan geven van als je ooit seks hebt gehad met mannen, want toen was het dan nog zo, mocht jij geen bloed geven. En ik weet nog, op die moment was ik er zeer verbaasd over, hoe kan dat? En ik had toen nog niet zo heel veel seksuele contacten gehad en ook geen anale contacten. Dus ik ben toen wel bloed gaan geven. Mm-hmm. Maar daarna heb ik wel zoiets gehad van ik word hier uitgesloten. En ik weet, op die moment raakt mij dat ook echt. Mm-hmm. Niet door het feit dat ik gewoon niet simpel bloed gewoon geef, want dat is niet echt iets aangenaam. Maar wel het feit dat je eigenlijk per se beschouwd wordt als iemand die dat niet kan bijdragen op een bepaald punt aan de maatschappij. Dus dat is gewoon een zeker stigma dat daarbij komt kijken. Tuurlijk. En inderdaad, als je dat achteraf gaat filosoferen van de cijfers, blablabla, dit en dat. Oké, er staat een uitleg achter, maar je wordt op dat moment aangepakt op het feit dat jij seks hebt met mannen en niet op het feit van hoeveel seks dat jij hebt of dat jij veilig vrijt of niet. Gewoon op dat simpele feit word jij aangepakt. Dus. Maar daar ben ik het mee eens. Hè. Ik kan mij heel goed inbeelden dat voor homo-mannen heel confronterend en stigmatiserend en kwetsend enzovoort is. Dat is mijn hele punt. Hmm. Ik denk dat je moet gaan naar een regeling en in die zin vind ik dat een goede stap die streng genoeg is qua volksgezondheid, want dat primeert, maar niet strenger dan nodig. Dat je dat op basis van heel zuivere criteria doet, die dan niet discriminerend, maar to the point zijn. Dat je dat goed probeert uit te leggen. En dat daarnaast iedereen ook begrip heeft voor het feit dat, ook al vinden we misschien bij meerderheid dat dit een goede regeling is, dat dat nog altijd wel een bittere pil blijft en heel kwetsend kan zijn voor jonge of niet-jonge homo-mannen die het misschien niet altijd even gemakkelijk hebben met hun geaardheid of hoe dat de samenleving ernaar kijkt. Hm. En in die zin, ik heb er onlangs ook een reporter over aan de lijn gehad, kijk ik er ook naar uit dat binnenkort Wereld AIDS-dag is en dat we opnieuw de straat op gaan met lintjes om aandacht te vragen voor het stigma dat daar rondhangt en hoe moeilijk dat is voor mensen die seropositief zijn, hetero of homo trouwens. Want daar heeft het ook wel mee te maken. Het feit dat heel veel mensen daar, heel veel homomannen er moeite mee hebben met die nieuwe regeling, blijf erbij, heeft te maken met al het andere stigma dat er rond seksualiteit en HIV en zo hangt. In hoeverre zou je dan de regel kunnen aanpassen? Als ik dan hoor, Stijn, dat je zegt van meer richt op de seksuele praktijk. Ik zie niet goed hoe dat men dat in een regel kan gieten die dan door iedereen zou kunnen geaccepteerd worden. Ja, ik ben zeker geen specialist op medisch vlak of zo, maar ik denk dat het al een begin zou kunnen zijn van dat je dat begrip seksueel contact gewoon al wat
beter gaat uitpluizen. Van, ja, is dat dan met één persoon of met meerdere personen? Of, allee, gewoon al als je vraagt aan mensen om eerlijk te zijn, en daarop ook vertrouwt. Ja, waarom dan niet gewoon zeggen van ja, ik heb veilig gevreden of ik heb niet veilig gevreden? Dat is iets waar het dan zeker ook voor mensen die seks hebben met mensen van hetzelfde geslacht kan gelden. Mm-hmm. Want uiteindelijk zit HIV daar ook niet in. Dus in die zin denk ik dat daar rond, als je dan toch erop vertrouwt dat mensen eerlijk zijn, en denk van ja, waarom gaat dat niet ineens naar de kern van de zaak toe? Maar met dat eerlijke, daar staat of valt alles mee. Hè? Ja. Ik kan mij dus moeilijk voorstellen dat iemand zegt van, het kan mij niet schelen of het gezond of ongezond bloed is, hè? Als ik maar bloed kan geven. Nee, ja. Dat is een beetje een absurde redenering, vind ik. Ik vermoed dat bloed, dat sowieso toch nog altijd getest zal worden. Dus dat wel, maar er is een incubatietijd tussen het moment dat je besmet geraakt en dat het vaststelbaar is in het bloed. Ja. En er wordt vanuitgegaan, dacht ik, dat het ongeveer 4 maanden is. Dat wordt door sommige mensen ook weer betwijfeld. En dat zal misschien ook niet in alle gevallen het geval zijn, maar je moet zoveel mogelijk risico's uitsluiten. Tuurlijk, dus. Ja. Tuurlijk. Ja, alleen in mijn opinie zou dat misschien beter kunnen gedaan worden door op uw seksuele attitude of seksueel gedrag te gaan letten in de plaats van gewoon te zeggen van oké, dit zijn de cijfers, ja, daar is het hoger, oké, dat is nu gewoon de algemene regel. Ik denk dat er op dat vlek misschien wel meer. Maar er blijft altijd wel vertrouwen op de eerlijkheid van mensen als hun lijst invullen. Tuurlijk, maar dat is sowieso altijd. Ja, en ook de eerlijkheid van uw partner. Mm-hmm, ja. In zaken die monogame relatie. Ja, uiteraard. Ja. En hate to burst the bubble, maar zo is het gewoon weg. Ja. Agree to disagree, baby. Ja. Goed, laten we overgaan naar het volgende nummer. Human Family van Mary Angelou.